Goedemorgen. Het is vrijdag 10 mei. Ik wil nu echt eens even beginnen met die plantjes uitpoten. En die zaadjes die daar staan even uitzoeken. Eventueel nog wat nieuw zaaien. En dan zet ik die bakjes met nieuwe zaadjes hierop. Ja, dat ga ik nu eerst eens doen. Want ik loop maar van hot naar her te vliegen. Ik doe van alles, maar... Ja, nu is mijn dingen afwerken. En ik heb nog wat... hier heb ik er één. Lege potjes. En die wil ik bij de tomaatjes gaan zetten. Want vannacht zijn er weer blaadjes van de tomatenplantjes afgegeten. Die ik weer gepoot had al. Dus die zet ik er 's nachts overheen. Dan zijn ze een beetje beter beschermd. Ik wil ze niet allemaal dicht op een kleutje hebben zoals vorig jaar. Ik wil ze nu wat meer verspreid. Dus ik ga er ook een paar hier in de groentetuin zetten. We kunnen nog een paar langs de rand van de bloementuin. En mijn runner beans. Die, dat is ook weer zo'n rare. Die had ik aan dat rekje gezet. Naast huis. Aan die tent. En er kwam er niks. En er kwam er niks. Sommige had ik een potje gezet. Een paar ook niet. Dus ik dacht vanmorgen, toen ik aan het stakken vangen was, ik kijk even. De hele boon is verdwenen. Nou ja, echt. Hè. En in mijn rolletjes is er eentje opgekomen. Die doet het nu lekker, dus die ga ik sowieso ook even poten. Er waren een paar afgevreten die, nou ja, amper boven de grond kwamen. Die zullen het wel niet meer doen. En dan zitten er nog een paar, maar ik zal even voorzichtig kijken. Ik ben bang dat die ook weg zijn. Dus die ga ik ook nog een keer opnieuw proberen. Ik had een gewone bonen gezaaid hier. Langs het hekje bij de aardappeltoren. Ik had bonen gezaaid hier in mijn broeikastje. Nou ja, die worden direct opgegeten. Oh, echt. Nou, ik ga vandaag lekker aan de gang. En ik ga het gewoon nog een keer proberen. Ik heb mijn nieuwe gereedschap. Dan maak ik eerst hier eens even wat ruimte. Dan wil ik er in ieder geval hier en hier eentje zetten. In de hoeken. En ik moet even goed kijken, want er komt nou één wortel daar. Het schiet niet op. Dus die laat ik in ieder geval staan. En dan moet ik maar kijken of ik er nog meer vind. Maar ik ben bang van niet. Nou, ik ga een poosje onkruid wieden. Zie ik je later wel weer. Ik zal je even laten zien hoe ik nu de tomaatjes poot. Dit is een beetje anders als anders. Niet heel spectaculair of zo, maar. Gat maken. Zo. Ja. En dan gooi ik daar een klokkertje water in. Dus deze is wel heel klein. Als ik die er nou inzet, dan gaat die kopje onder in het gat. Dus dat moet niet. Een beetje zand er weer in. Oh, het valt er al vanzelf uit. Zo, dan poten we. Ietsje dieper dan dat hij in de grond zat in het potje. Zo. Of die verlopen geen water. Dan heb ik hier een karton. Heb ik in het water gehad. En heb een kruisje ingeknipt. Die gaat er overheen. Voorzichtig. Oeh, pakkee. Blaadjes eruit. Puntjes een beetje omvouwen. Dat het zeeltje niet te hard geplet wordt. Zo. Hoppakee. En daar doe ik dan weer wat gemaaid gras omheen. Dit is het potje. Wat ik er 's nachts overheen wil zetten. Die zet ik er nu ook even over. Voorzichtig. Zo. Dan kan ik er even gras omheen doen zonder dat het plantje helemaal bedolven wordt. En nu kan dus, als het regent, spettert het zand niet zo tegen het plantje aan, omdat dat karton er nog omheen zit. Dus dat wil ik eens even uitproberen. Oké. En het komkommetje niet. Het tomaatje is geplant.
Oh, ik heb me heerlijk vermaakt. Elk plantje krijgt evenveel aandacht. Dus heel snel gaat het niet, maar ik heb hier de rand vol langs de bloementuin. Dit tomaatje is domtrap. Kun je het gras ook wel zien? Dat is al wat bruiner. Het potje bijgezet, kan vannacht overheen. Er staat hier nog een gewone paprika. Een tomaatje met potje. Dat is een puntpaprika, die is wat kleiner. Dus ook maar in het potje bijgezet. Ik heb hier toch zo'n rolletje ingezet waar zo'n runnerbien in zit. Want er gebeurde wel iets. En aan de andere kant, ik zal even naar de andere kant. Daar staat die ene die al opgekomen was. Een tomaatje. Gewone paprika. Bij dit hekje heb ik nog komkommers gezaaid. Ik heb er 6 naast gezet. Maar even kijken of er wat opkomt. 6 is misschien wel heel veel voor dit kleine rekje. Maar kijk, ze misschien nog voorzichtig overkloten. Dat is een tomaat. Paprika. De opgegeten komkommers. Palmkool. Paprika. En mijn mooie lupine. En toen was hier nog wat ruimte over, ertussen. Daar heb ik nog wat stokrozen neergezet. Best wel dicht bij elkaar. Maar dat heb ik expres gedaan, zodat ze elkaar mooi steun geven, dat het lekker volgroeit. Ja, dat is de bedoeling. Dat het goed volgroeit, zodat onkruid geen kans meer heeft. En het zijn voornamelijk toch eenjarige bloemen die ik erin zet. Want ja, als het van de winter weer zo klieterklet en nat wordt, gaan ze toch dood anders. Het wordt wel wat. Ja, ik vind het mooi. Ik vind het ook leuk werk. Vooral als het wat doet. Nou, ik heb nog steeds tomaatjes over. En de grote paprika's die heb ik nou uitgeplant. Alleen een bakje met al die kleintjes nog. Ik moet nog hier wat voor verzinnen. Het was dan weer middag. Oh, de tijd gaat snel, hè. Vooral als je bezig bent. Even zien. Ik had nog die stok neergezet. Daar had ik nog een runnerbien bij gedaan. Die deed het wel, gelukkig. Maar ik weet nu ook wat ik fout gedaan heb. Ik had ze in die wc-rolletjes staan. Ik denk dat die te klein zijn. En ik had ze veel te nat. De bonen waren gewoon verrot. En ik denk dat die naast huis dat ook hebben gehad. Omdat die potjes erop had staan. Niet slim. Maar ik ga nog een paar proberen. Want ik vind ze wel leuk. Denk ik. En ik heb hier nog 2 tomaten gezet. Doekje 1. En een darrow 1. En ik heb helemaal vooraan bij de schutting. In dat eerste bed heb ik ook nog eentje gezet. Maar nu hou ik er even mee op. Ondertussen ook de zaadjes uitgezocht. Dus die kruiwagen is hier ook weg. De broeikastje, daar zitten nog meloenen in. En daarachter staan nog siernedeltjes. Ik geef ze nog heel even de tijd. Die siernedeltjes ook uit het bakje gehaald. Nog een beetje water gedaan. Nou, dan probeer ik het zo. Zonder plastic kapje erop. Ja, het wordt wel mooi hoor. Hij komt wel vol. Het duurt even. Nou, dan ga ik nu even mijn goede kleren weer aandoen. En genieten van het mooie weer. Goedemorgen. Het is zaterdag. 12 mei? Oh, ik ben zo in de war met de dagen. Jongens zijn allemaal thuis. Patrick die was er. Ja. Sorry, een beetje in de war. Het is zaterdag. Vanmorgen hadden we de boodschappen gedaan. Deze keer hadden we niet zoveel. Ook wel een keer fijn. En nu heb ik mijn ladekastje. Met mijn zaadjes en zo. Ja, ik ga je zo vertellen. Eén, twee, op z'n keer.
Ik heb al mijn zaadjes even gepakt. Ik wil nog één keer even flink zaaien nu vandaag. En dan hoop ik dat er genoeg op komt. Dat ik mijn groentetuin en mijn bloementuin kan vullen. En dan zaai ik later nog wel eens een keer weer wat bij. Omdat er in de groentetuin natuurlijk plekjes ontstaan omdat je dingen oogst. Dus dat is de bedoeling vandaag. Even flink zaaien. Ik heb daar mijn kruiwagen neergezet, de oude. Met een rek erop. Wil ik daar de bakjes met zaden op zetten. En als het nog tijd is, en ik nog zin heb, dan wil ik ook even achter de sloot beginnen met het hek stopen. Want ja, mijn karabassen moeten ook binnenkort de grond in. Ik heb ervan geleerd met mijn runner beans. Niet in een rolletje stoppen en niet in een vochtig bakje, want dan verrotten ze. Dus ik heb ze nu in vijvermandjes gedaan. En dan kan ik ze zo even in een bak water zetten om ze water te geven. En het overtollige water kan makkelijk weer weg. Dus ik doe 3 bakken mee. En in die andere doe ik dan de gewone bonen. Als ik ze gewoon in de grond zaai, dat werkt dus ook niet. Dat heb ik naast huis gezien. En bovendien eten de stakken ze dan ook gelijk weer op. Dus ik ga het nu zo proberen. Ik ben er ondertussen ook maar bij gaan zitten. Sommige zaadjes zijn zo klein. Dan vallen deze mee, want dit zijn zonnebloemen. Die zijn niet zo klein. Hoppakee. Vol. Nou, ik denk dat dit de laatste zijn. Dan krijg ik mijn zakje nou niet meer open. Zo. Dan heb ik echt heel veel gezaaid. Ik laat het je uiteraard zo nog even zien. Oeps. Maar deze nog even klaar en dan ga ik het je laten zien. En dan denk ik dat ik toch wel heel veel bloemen heb. En groenten. Ik heb ook best wel wat groenten weer gedaan. Nou, ik maak deze nog even klaar. Een stokje bijzetten. En dan ruim ik op. En dat vind ik wel mooi geweest, want het is inmiddels ook middag. Ik ben echt al een paar uur bezig. Je hebt geprobeerd om ze zo goed mogelijk te verdelen, de zaadjes. Zodat ik ze ook makkelijk weer uit kan planten. Dat ze niet te veel in elkaar zitten. Zo, een beetje zand er nog overheen. Nou, en daar staat de verzameling. Hier zitten bonen in. Ik heb 3 soorten bonen. 4 soorten bonen, denk ik. Ik had nog een zakje met een paar bonen erin. Dat was die. Maar daar had ik de naam afgescheurd. Dus ik heb geen idee wat voor bonen dat waren. Maar ja, ik heb ze maar gepookt. En even zien hoor. Nou, boerenkool, groene en paarse spruitjes. Hier heb ik die klimplant ook in gedaan. Ik ben bang dat die in de bloementuin niet opkomt. Galiameloenen. Oh ja, dat waren die bonen. Oh ja, deze die had ik al staan, maar daar kwam nu toch wat op. Even spieken, hè. Dus heb ik hier ook maar even bij gezet. Rode bietjes nog. Zonnebloemen nog. Gassania's. Sierenetels. Nog wat van die insectenmengsel en witte mengsel. Korenbloemen. Nou ja, heel veel. Goedemorgen. Het is zondag 12 mei. Het is moederdag. Ik ben ook al dik verwend. Vrijdagavond heb ik het cadeautje van iemand al gekregen. Een kookboek uit Zweden. Oh, er staan lekkere dingen in. Zeg Raymond, dan mag je wat uitkiezen. En dan ga ik dat zondag voor je maken. Nou, voor ons dan. Dus wat gaat hij doen? Even kijken, wat voor maat hij er een papiertje tussen? Die gaat hij maken. Ik ben benieuwd. Ziet er wel lekker uit. En vanmorgen
Toen komt Vincent naar mij toe in de tuin. Toen was ik aan het slakken vangen. Hij zegt, ik heb ook nog een cadeautje voor je. Oeh. Een mooi etui. Oh, maar de inhoud is nog veel mooier. Even zien hoor. Een centimeter. Steekparkeerders. Een kokertje met allemaal naalden. Dunne, dikke. Oh, ja, blij mee. En dat is nog niet alles. Oh. 14 haaknaalden. Van dun naar dik. En allemaal van die soft grip. Oh, die zijn zo fijn. Ja, oh, echt wel verwend. Ik ga vandaag ook even niks in de tuin doen. Nou ja, ik heb slakken gevangen. En de was opgehangen. Ik wil daar even rustig aan doen. Ik was gisteren zo verschrikkelijk moe. Oh, ik kan mijn ene been bijna niet meer voor de andere krijgen. Ik ben na het eten ook even op bed gaan liggen. Ik was gewoon, nou ja, helemaal op. Dus vandaag even een dagje rustig aan. En ik ga morgen weer lekker aan het werk. En de reden dat ik gisteren zo moe was, was omdat ik hier bij de sloot nog bezig ben geweest. Misschien een beetje te gek heb gedaan. Het is best zwaar werk en veel. En oh. Maar het knapt er wel zo heel erg mooi van op hoor. Dat ga ik je nog even laten zien. En dan wil ik je bedanken voor het kijken. En dan zie ik je graag in de volgende vlog. Ga ik nog even van mijn moederdag genieten. Dat stuk moet ik nog. Maar, ik ben tot hier. Het is een laag hekje, dat zit gewoon helemaal in de grond. Dat krijg ik er niet uit, dus dat laat ik maar gewoon zitten. De palen die nog goed zijn, laat ik erbij staan. Maar oh, het knapt er wel van op hoor. Zo ongelooflijk veel werk, maar... Ja, het wordt er wel stukken beter van. En als ik er nou weer verder mee ga, doe ik even wat minder tegelijk. Even een klein stukje en dan weer even wat anders. En hier staat nog heel veel rommel. Staat die rolgaas staat er nog. En wat gras wat eruit kwam. En troep en onkruid. En wat takken. Nou. Het wordt wel mooi. En dan kunnen hier straks alu platen weg. Kunnen de kale bassen hier mooi groeien. Achter de sloot langs. Dan hebben ze alle ruimte.